Nou, je ziet het. Iemand die gooit hier zijn putje leeg. Of in ieder geval zijn afval in het putje. Ja, en dan. In ieder geval. Dan overleven ze het niet. Ik vraag me af wie er gedaan heeft. Maar. Ik ga eens voor de gein eentje verderop vragen. Ja, die woont oude mevrouw, maar ja. Ik zag net een man hier lopen, die was aan het schoon. Ik weet niet, oude man. Dat is vragen. Het is wat. Nou, ik zal het huis die man niet filmen, want je weet het natuurlijk niet. Nou, ik hoorde niks. Ik zag zo straks wel iemand lopen. Oh, daar komt. Dag mevrouw. Goedemorgen. Ik had een vraagje aan u. Ja? Daar eentje verderop zit een putje. Bij dat. Daar eentje verderop. Ja? Maar er ligt een soort allemaal zeepsop in. Of allemaal afvalwater heeft iemand erin gegooid. En het is niet goed voor de natuur. Nee. Nee. Maar toevallig niet een schoonmaker gehad die deze neergegooid heeft? Nee, ik heb geen idee. Nee, ik denk, vraag het eventjes, ja. Want er drijft een dode pad in. Ach. Dus de dieren, het is in ieder geval nog zo slecht dat de dieren ook nog doodgaan. Dus, ach, Gert. Dus ik denk... Want ik heb een heerlijke vijver hier voor de padden ik en de salamanders. Ik ken u, snap. Ik heb wel eens vaker, maar dan zie ik toevallig daar... Het drijft daar een... kun je dat zien? Ja, in die put is het een... ja, ik weet niet, iemand heeft zeepsop erin gegooid. Ik denk dat gewoon iemand met de auto gestopt is dan en het er gewoon ingegooid heb of zo. Ja, of ja, het lijkt zeepsop. Ik weet niet wat het is. Hoppatee. Zie je het? Dan drijft zo'n hele leuke pad. Een dooie. Oh ja, ik zie het. Dus alles gaat dan. Ja, dus ik weet niet wie dat gedaan heeft. Nee, ik ook niet. Dat is hiervan niet gezond. Nee. Nou ja, soms is het onwetendheid en dan kun je altijd mensen informeren dat het niet goed is voor de natuur. Ja, natuurlijk. Maar, ja. Bij deze. Haalt u die pad eruit of niet? Nou, waarom? Ja, ik kan hem aan de kaart. Maar zo, ja, wat wilt u het liefst? Mij maakt niet uit. Nou, als ik zo'n dood diertje heb, dan gooi ik hem meestal zo daar in het bos. Ja, maar zit nou allemaal zeep zo. Ja, ik maar ja, nou blijft hij erin en dan zit hij hier ook... In de water... Nou is het ook milieu vervuilend door de pad. Nou, dat is gewoon biomassa. Oh, Oké, nou, dan voor mij mag het ook. Ja, die vergaat wel weer, hoor, mevrouw. Wat zeg je? Die vergaat wel. Aha. Als ik alle dode padden eruit moet halen die ik tegenkom... Heb ik weer extra. Nou. En waar bent u van dan? Van de dierenvriend. Oké. Ja. Nee, ik ben van mezelf. Ja, oké. En, niet van een instantie of zo, die dingen moet kijken of zo. Maar je geeft het wel door of zo. Nou, vaak heb je heel veel onwetendheid aan de andere kant. Ja. En ook geen belangen. En officieel hebben ze volgens de faunawet wel verplichting tot het voorkomen van. Ja. Maar daar houden ze ze niet het wordt echt aan. Dus, nee. dus eigenlijk... Je bent meer om de aandacht aan te geven. En, ja, en het is ook natuurlijk heel leuk om dieren te redden. Hè. Het is Dus een dier is natuurlijk helemaal blij. Dus. En je maakt er dingen mee natuurlijk. Je ontmoet iedereen. Ja. Dus ja. Het is niet... Het is, Nee hoor, ik ben wel een dierenvriend. Ja, hoor, nee, ik dus, weet het. Ik heb je al een paar keer gesproken. Dus, Nou... Mevrouw, ik ga weer verder met... Klapje dicht. Klapje dicht voor volgende missie. Nou, ik wens u een prettige dag. Ja, dankjewel. Oké. Wens u hetzelfde. Doei.